Stavoren had een grote stad kunnen worden. Met een wereldhaven waar je alles zou kunnen krijgen. Maar nu varen de schepen eraan voorbij. En zit de kapitein er werkeloos op de kade naar de verte te staren. Ooit was hij in dienst van de rijkste vrouw van Stavoren. En was de haven een en al bedrijvigheid. De vrouw van Stavoren was rijk en hebberig. En wilde altijd meer en vond niets goed genoeg. Wat een prachtige spullen. Het is waardeloos. Iedereen denkt dat hij de mooiste spullen verhandelt. Maar er is veel kostbaarder waar te koop. Alleen met het allerkostbaarste neem ik van nu af aan nog genoegen. En jij, mijn beste kapitein, jij gaat daar voor mij naar op zoek. Naar het allerkostbaarste van de hele wereld. Voor mij. Waar je het vandaan haalt of hoe lang je erover doet, maakt me niet uit. Al moet jij 7 keer de wereld rond. Maar stel me niet teleur! En zo gaat de kapitein op reis met deze onmogelijke opdracht. Na een lange reis komt hij in China terecht. Daar ziet hij het mooiste flinterdunne porselein met prachtige beschilderingen. Maar ja, hij ziet de vrouw al voor zich. Die zou het uit woede op de kade stuk gooien. De zoektocht gaat verder. Diep in Afrika, waar nog nooit een Hollander is geweest. Daar zijn de vogels het grootst en hebben de zoogdieren de langste nekken. Daar glimt het goud meer dan ergens anders. Maar goud heeft de vrouw van Stavoren in overvloed. Zijn zoektocht brengt hem in Arabië. Op de bazaars kan je alles krijgen, weet de kapitein. Kamelen en dromedarissen. Vruchten waarvan hij de naam niet eens weet. En ook robijnen zo groot als appels. Zou dit het mooiste zijn dat je kan krijgen? Nee, deze edelstenen kent ze wel. De zwaarste stormen trotseren om het allerkostbaarste te vinden. Kapitein, de mast is broken en heeft een gat in het dek slagen. Er stroomt water in het ruim. Door het zeewater bederft het proviant. Er is geen eten meer en hij zou alles over hebben voor een stukje brood. Nu weet de kapitein wat het meest kostbare is. Kan hij terug naar Stavoren. Ik hoop dat je het gevonden hebt. Laat het geen goud of edelstenen zijn, maar iets van zo'n grote schoonheid dat mijn ogen het niet kunnen verdragen. Geen goud, geen edelstenen en ook geen damast of porselein, maar iets van veel groter waarde. Graan. Dikke, goudgele korrels graan. Graan? Noem jij dat kostbaar? Daarvoor reis jij de hele wereld rond van mijn geld? Graan dat je hier gewoon op het land kan kopen, zoveel als je wilt? Ik laat niet met me spotten. Ik zal je laten zien wat het me waard is. Gooi dat graan in zee! Maar denk aan de mensen die het arm hebben en die honger lijden. Aan de arme mensen denken? Laat ze honger lijden. Hier. Pas. Als ik deze ring weer terugvind, dan zal ik aan de armen denken. Verdwijn uit mijn ogen. En kom niet terug voordat je het meest kostbare hebt gevonden dat er bestaat. Ga. De zoektocht begint opnieuw. Maar nu met alle schepen die ze hebben. Tot in alle uithoeken van de wereld.
Terwijl ze ongeduldig uit het raam naar de haven kijkt, ziet ze een reusachtige vis. Die is voor haar en voor niemand anders. Oh, wat een mooie vis. Ik koop hem van je. In haar eentje gaat ze die vis eens even helemaal opeten. Maar wat vindt ze wanneer ze hem opensnijdt? Haar ring! En precies op dat moment komt de kapitein binnen. Wat is er aan de hand? Wat heb je voor me meegebracht? Ik heb droevig nieuws voor u. Al uw schepen zijn vergaan. Ik heb niets kunnen redden. Je liegt. Je liegt. Zeg dat het niet waar is. Je liegt. Nee. Nee. De vrouw van Stavoren is in één klap straatarm geworden. Ze moet om brood bedelen om in leven te blijven. En de haven, die is niet meer te gebruiken. Het graan is wel gaan groeien, maar het zorgt ervoor dat er geen schip meer bij de kade kan komen. En door het zoute water is het waardeloos.